in deze nieuwe vlog van vandaag. Mijn naam is Instagram Dorf en wat leuk dat je kijkt. Het is vandaag een lekkere rustige dag tot nu toe en vandaag een beetje aan het werk, misschien weet ik ook een quiz en zo. En, het is vandaag, ik ga even kijken. Het is vandaag maandag 30 maart. En ja, vandaag een lekkere rustige werkdag tot nu toe. Wat ik ga doen nu. Nu iets een vlog maken. Ik ga nog een dingetje doen. Dus mensen, ik zeg tegen mij, maak er een toffe dag van. En tot straks ergens. Ik ben lekker bezig tot nu toe. En ik denk nog wat gewoon om te editen zo meteen. Dan ga ik alles achter elkaar in één keer uploaden. Dus ja, ik ga het gewoon lekker gaan doen. Dus ja, dat een beetje. Voor de rest is het gewoon een lekker rustige dag. Tot nu toe. En lekker werken nu. Ik was lekker vrij een beetje. Ik was vanmorgen naar Monkeland kijken. Dan ga ik vanavond weer doen. Vanavond komt Monkeland om 7 uur. Ik ga lekker naar kijken. En wat ik nu kies om het een keer door te maken. Is dat ik lekker niks meer hoef te doen. Alleen maar uploaden. Die twee dingen. Dus ja. Deze is nu klaar met het editen. Dan kan ik meteen nog gewoon kloot eventjes uploaden naar de vlog. En dan is die ook weer online. Of op tijd online. Moet ik eigenlijk zeggen. Dus, maar goed. Dit is gewoon je technisch. Voor de rest gaan we gewoon lekker even niet naar boven toe. Geen zin in. Ik zie wat ik nog ga doen vandaag. Ik wou geen plannen voor vandaag verder. En even kijken wat ik nog ga doen. Oké, goed. Ik ben nou lekker klaar met netjes. Dan kijken om op Twitch aan te kijken. Niet zo wel gezien, een stukje op YouTube al gezien. En ik kijk af en toe naar Enzo en naar Don en mijn Boas. Dus ja, voor de rest kijk ik er gewoon niet naar, eigenlijk. Voor de rest is het gewoon een chill dagje. Ik ga eens even kijken. Dus ja. Voor de rest denk ik nog wel wat ik nog ga doen vandaag. Eigenlijk niet zo bijzonders meer. Gewoon niet lekker even chillen. Alles heb ik al gedaan vanmorgen. Was lekker voor klaar. Dus ja. Het is een beetje waar een beetje wakker worden. En dan een beetje verder chillen. Het is bijna. Dus ja. Dat gaan we zo lekker doen. Nu lekker even kijken of Twitch aan het kijken. Lieve mens, goed. Ik ga even lekker een broodje eten boven. Het is keihard gegaan de dag. Ik doe de ochtend hoor. Sterk uit gegaan de ochtend. En toen begon ik vanmorgen met eten bestellen. Dus dat ging ook weer lekker eigenlijk. Ik heb niet wat je voor volgende week. Dus morgen krijg je nieuwe maaltijden binnen. Dus ook weer fijn. Morgen van de week van vorige week. Dus ja. Voor dat gaan we nu lekker even een broodje eten. En lekker wat drinken. Goed, mensen, ik had lekker broodje op met
filet en mijn kaas, ook voor gisteren. En moest echt op vandaag. Als hij weggegooid, weggeflikkerd worden. En dat hou ik natuurlijk niet. Dus, ja. Voor de rest is het eigenlijk nu te kijken naar YouTube. Van Twitch, of wat dan ook. En dan kijken we nog gaan doen vandaag. En dan zien we wat we doen boven. Dus, ja. Voor de rest is het gewoon een lekker rustige dag. Tot nu toe. Dan gaan we dag toch snel zeggen. Als je lekker aan het werk bent, dan gaat het altijd lekker snel. En, ja. Voor de rest is het gewoon lekker een beetje chillen. Gaan we even kijken naar Monkol, misschien even. Moet even kijken. En ik moet zeggen, ik heb de tv nog niet gemist hoor. Geen tv. Dan ga ik gewoon die buis hangen iedere keer, dat wil ik ook weer niet. Ik wil ook gewoon leuke dingen doen. Bijvoorbeeld YouTube, Twitch of wat dan ook. Dan kan ik ook gewoon geen van de tv meer. Oh, wat een kastje wel. Goed, mensen, ik heb een lekker broodje op. En dat is even lekker. En nu moet ik even kijken naar YouTube. En wat kijken naar ja, dan kun je YouTube verder. Ik ben lekker aan het kijken, gezellig. En voor de rest is het gewoon een rustige dag. Tot nu toe. En nu die video nog. Ben ik klaar. Dus, ja. Voor de rest is het een rustige dag, wat mij betreft. Oké, lieve mensen. Ik heb lekker net koffie op boven. Gezellig met wat cliënten erbij. Ik zit hier alleen nog naar die kant. Maar ja, die lente vind ik nu thuis. Verplicht, dat is het rustiger geweest. Maar goed, het maakt niet uit verder. Ik ga het niet drukken. Dus ik ga even dingetjes afmaken. En ja, dat een beetje. En voor de rest is het gewoon nu lekker. Echt wat dingen afmaken nu. En dan gaan we zo verder kijken wat we gaan doen vandaag. Dus ja, dat een beetje. Voor de rest gaan we nog even kijken of wat. Even Twitch kijken of YouTube kijken en zo kijken sowieso. Nou, Don kijken ook leuk. Goed, lieve mensen, ik ga nu even helpje eten. En ik heb nog niet wat ik ga eten verder en dan zie ik het verder wel. Dus ja, voor de rest is het gewoon lekker, lekker tjappen waarschijnlijk iets met jus. Dat is het enige wat ik nog heb eigenlijk in de vriezer. Of misschien niet, misschien moet ik even kijken of ik wat anders heb. Nee hoor, jus. Het enige is wat ik heb nog even moet zien. En ja, dat een beetje. En voor de rest is het gewoon lekker vanavond YouTube kijken, koffie maken. En al die dingetjes nog meer. Geen koffie van mezelf niet van boven. Ik heb net al een bakje op vanmiddag ergens. Dus ja. Het is ook nog eens leuk om erom te kijken. Dus gaan we nog even kijken naar Don. Dan ga ik naar Chio om te kijken of wat. Oké, lieve mensen, ik heb heerlijk gegeten. Ik heb heerlijk een kippenpootje op. En dat was lekker. Nog wat groente en wat aardappels. Dus, ja, dat een beetje. Voor de rest gaan we gewoon lekker rustig aan doen en lekker chillen. Dat soort dingen een beetje. En ik ben wel blij dat nu het bijna langer donker, langer licht blijft. Zo, kom je niet buiten? Of ga je niet buiten? Of mag je niet buiten? Maar gewoon niet buiten is het toch lekker zonnetje in je kamer te hebben. Vind ik althans.
Die heeft echt heerlijk. Ik had altijd echt heerlijk dat het zonnetje echt in mijn kamer schijnt. En, dus, ja. Dus nog een tijd voor een bakje koffie. Ik denk, ik laat mijn ketting pakken. Een karamel, macchiato. Nee, gewoon karamel. Een beetje te kwijt staan. Dus, ik had drie dozen van. Hier is een koekje. Neem gewoon bezorging of zo. Want dan hoor je zelf niet, maar ik hoor het zelf wel. Dus. Nodig. Ik heb die melk nodig. En ik heb nog koffie nodig. En dat maakt dan wel. Macchiato, caramel macchiato. Zo goed. Zo, op een goede morgen. Ja. Dus. Voor de rest is het gewoon lekker. En, het avondje verder houden, wat mij betreft. Ik ga kijken naar Don. En misschien even kijken naar Ronkeloid. Of Twix. En misschien even een serie kijken op Netflix. En laat ik mijn ogen ooit even kijken hoe de dag verder, de avond verder loopt. Eigenlijk. Dus. Moment. Dus ja. Dat gaat mis. Echt beter. Dus ja, dat een beetje wat ik nu zo ga doen. Na koffie maken. Het was de talkshow leuk met Daniel Lippenthal trouwens. En was leuk de talkshow weer en gezellig. Was echt iedereen die ik al kende van YouTube of van YouTube. Of van Twitter natuurlijk. En Saar en Momko en Rick. En Billy. Dus ja, het zijn al mensen die ik al kende. Joep wist ik nog niet, maar dat was ook wel leuk. Om aan te kijken, kijk elke week bijna als we nog live zijn. Dan heb ik trouwens ook nog een team Kaakmans online op Twitch. Kaakmans, echt mijn favoriete RP streamer. De roleplay streamer is het mijn favoriete. Dus ja. Ik wil graag nog even een nieuwe serie bedenken. En iets leuks bedenken voor deze dagen. Hoe ik daarmee omga uiteindelijk. Even kijken hoe ik dat ga vormgeven. Dan nog een aantal mensen te betrekken natuurlijk. Nog maar één keer of zo op een zondag. Dus ik heb nu deze zondag tijd voor extra video's. Dus, in de tag nog een keer. Gaat het uit of zo? Oké, lieve mensen, ik heb vandaag een heerlijke topdag gehad. Ik heb net voor de eerste keer op NTO Start de Big Game gekeken, wat echt leuk moet ik zeggen. Dus dan ga ik volgende keer weer kijken op maandag. Dan kijk ik toch ook mijn tv op mijn video start. En ik hoef allemaal niet, net al aan vertelde net is. Ik hoef allemaal die commerciële zenders niet te hebben. Dus ik vind het wel genoeg met de publieke omroepers en al die shit. Vind ik altijd leuk, daar ben ik vroeger ook mee opgegroeid. En ja, dat dus. Voor de rest, ik wil een lekkere dag gehad nogmaals. Lekker gechilled. Dus ik kijk even kijken naar Monkeloid en zo, even gekeken daar naartoe. Dus gewoon, ja, ga ik lekker twee kijken even op het weerstart. Dat is dus wel goed, moet ik zeggen. Morgen weer. Morgen kijken naar Dream School. Dus, dat ga ik morgen doen. Dus, ja. Ik hoop dat het programma leuk vond. Zo ja. En zeker een dikke vette duim omhoog.
vergeet niet hieronder te abonneren als je nieuw bent. Dan zie ik je morgen om 4 uur in de nieuwe vlog. En dan zeg ik tegen mijn mensen tot de volgende.